We willen alle docenten steunen uh, met hun actie, en zeker met de lerarenstaking van donderdag en vrijdag. En daarom gaan we alle basisscholen, alle 64 basisscholen in Schleden langs. 64 basisscholen. Dat worden drie drukke dagen. <laughs> ja, ja, er zijn nu uh, van, van ongeveer elke dag, dus maandag, dinsdag en woensdag van 9 tot 3 uh, gaan we ongeveer 22 scholen per dag langs. Wat zijn de reacties? zijn heel positief, ze zijn vaak heel blij dat we langskomen en zijn heel blij met de steun. Um, maar ze maken zich wel ontzettend zorgen over hoe het er nu staat en hoe het nu is met het onderwijs. Wat is er nodig in het onderwijs als ik dat even een raadslid vraag? Nou, het is nu nodig dat er meer handen in de klas komen. Je, je ziet echt heel duidelijk dat de docenten het niet per se doen om een beter salaris, maar voornamelijk doen. Uh, omdat, omdat er gewoon uh, hulp nodig is in de klas, de, uh, de werkdruk is te hoog um, en dat is, dat is eigenlijk voornamelijk waar, uh, waar de druk zit. Nou, oh, alsjeblieft. Uh, Dank je wel. Uh, van ons aan jullie, omdat wij jullie als docenten heel erg steunen. Uh, als school, omdat het gewoon tijd is dat er ook wat gebeurt. Mm -hmm. uh, want ja, incidenteel, incidenteel geldt is natuurlijk heel mooi, maar het betekent ook gewoon dat er structureel zaken moeten worden opgelost. Uh, zoals we vaak hebben gehoord, de handen in de klas natuurlijk. Ik denk dat dat ook voor jullie misschien wel heel herkenbaar is. Ja. Um, dus alsjeblieft, ja, ja. graag. Ja. Nou, het is een gebaar wat ik, wat ik heel erg waardeer. Uh, wat leerkrachten denk ik heel erg uh, waarderen. Uh, dat er uh, mensen met, zich, uh, met, uh, met hun mee voelen. Uh, ze voelen zich niet altijd heel erg uh, begrepen en, uh, en gewaardeerd. Uh, ik vind dit een heel mooi gebaar. Hoe welkom is zo'n steunbetuiging? Uh, het was heel onverwacht, uh, um, maar ik vind het een hele mooie uh, waardering. of een, een um, uh, gevoel van meeleven met de problematiek die wij in het onderwijs uh, ervaren. Uh, dus het was een heel welkom uh, gebaar. Uh, uh, ook de mensen die meegekomen waren en die heel erg veel interesse hadden in het uh, verhaal wat ik ze vertelde. de problemen waar wij soms uh, tegenaan lopen. Uh, het gevoel van, uh, van mee willen denken, uh, dat doet heel erg goed. Hoe hoog is de nood? Hoe hoog is de nood? Uh, ik vind wel dat uh, de, de werkdruk, het gevoel van werkdruk bij, uh, bij leerkrachten is, uh, is erg hoog. Uh, we hebben bij ons op school nog wel uh, te maken ook wel met uh, uh, gezinnen waar uh, uh, wat, uh, wat problematiek, uh, uh, huiselijke problematiek is. Um, dat komt ook op school terecht. Uh, en leerkrachten hebben daarmee te maken als het gaat over uh, kinderen hoe ze zich in de klas uh, gedragen, maar ook uh, gesprekken met hulpverlening, informatie uh, geven aan hulpverlening. Dat kost tijd en dat moet uh, ook naast het lesgeven moet dat, uh, erbij uh, gedaan worden. Vrijdag hey, zijn deze stakingen gaat de bonificatie school twee dagen op slot. Uh, nee, uh, de bereidte. alle leerkrachten die willen eigenlijk heel graag staken, omdat het, uh, het doel waarvoor we staken, daar staan ze allemaal achter. Uh, er zijn een aantal leerkrachten die niet staken uh, vanwege persoonlijke redenen, dat kunnen bijvoorbeeld ook financiële redenen zijn, uh, die kiezen ervoor om uh, wel te werken. Uh, op donderdag werken wij dus uh, met de, een halve school. Uh, drie groepen komen naar school en drie groepen zijn thuis omdat de leerkrachten staken. Op vrijdag hadden wij al uh, de onderbouw vrij, uh, dus dat betekent dat we eigenlijk vrijdag wel dicht zijn, uh, omdat er dan maar één groep les zou hebben. En dat, was, uh, uh, nou, dat is niet aan de orde. Uh, dus donderdag voor de helft, uh, vrijdag is de hele school uh, dicht, uh, maar iedereen uh, is het wel eens met uh, uh, het stakingsdoel.